Ja, dat is zeker een mooie plek. We liggen hier direct aan de Geleenbeek in het Corio Glada project, hè, wat van Benzerade Heerle helemaal doorloopt tot ver achter Münster Geleen. We zijn in het gehucht Brommelen, gemeente Beekdalen. Daar kocht de Levanto groep deze grote hoeve om er 25 mensen met een verslavings- of psychiatrische achtergrond te huisvesten. Bovendien zouden nog 3 zogenaamde scheve huizen moeten komen. Opvang naar Deens model voor mensen die voor te veel overlast zorgen in een normale woonsituatie. Als er 30 mensen wonen in Brommelen en daar komen 28 bewoners bij. In Maastricht worden op dit moment 8 scheve huizen gebouwd in de wijk Malberg op een voormalig voetbalveld. In januari moeten de bewoners erin trekken. In Rotterdam loopt dat scheve huizenproject al wat langer. Daar was de conclusie van de buren: het staat of valt met de beheerder van het project. Het zijn sociaal beheerders, mensen die toezicht kunnen houden, maar vooral ook het sociale aspect in zich hebben om te zorgen dat mensen opstaan, dat ze hun huisje schoonhouden, dat ze wat gaan doen en niet alleen maar in hun bed blijven liggen of op de bank blijven zitten. En juist daar zit de zorg van Kenneth Henzen, want in Brommelen is niks te doen. Hij vreest zwervende cliënten door het gehucht. We zijn absoluut niet tegen die bewoners. Wij hebben daar niks tegen. Wij vinden zelfs dat die mensen hele goede zorg verdienen en een adequaat, kwalitatief goede opvang. Alleen niet op deze locatie. Hier is geen openbaar vervoer. Ze kunnen hier niet met de trein naar Heerlen. Hier zijn geen supermarkten. Hier is verder ook niks voor ze te doen. Dus wij snappen totaal niet waarom ze gekozen hebben voor deze locatie. De gemeente Beekdalen wilde vandaag niet reageren, maar spreekt vanavond wel met de bewoners in dit café in Brommelen.